best wel lekker hoor. Ja. Op 5 na. Die zou voor mij ook makkelijk zijn als ik een Mega Mewtwo en een Latios had. Ja. Ja, maar voor jou is het ook makkelijk als je in een Dunsparce hebt. Ja, klopt. Sunkun wordt moeilijk, maar... Jezus. Nou. Jezus. Gaat hij dus... Ja, hij heeft genoeg geld om te spruzen. Ja, hij heeft genoeg, zeker genoeg geld. Fucking hell. Oh my god. Ja, dan zou ik die 262 doen, denk ik. Ja, kan... ja, dat zou ik ook hebben. Oh. Dat zou ik ook doen. Wat? Die 262. 262, daar wordt tot nu te veel vaak op geland. Ah, ja. Fucking hell. Pompen, pompen. Oh my god. Er gaat toch straks gewoon een keer gebeuren dat iemand erop komt op zo'n 100%. 100%. Als jullie nu zo meteen het volgende ding 1 gooit, dat Milan tering voor geld. Vervolgens als Milan 3 gooit, ja, dan heb ik tering voor geld. Ja. Of ik hier maar 2 van verkopen, volgens mij is dat the way to go. Oh my god, als jullie nu 1 gooit, gek. Oh! Malerie. Oh, dat vind ik dus ook, hè? En dan heb je net die de rechtste van opgehoogd. Yeah. Dat is toch kut, jongen? Holy shit. Arme Jordi. Ik heb wel medelijden met je, hoor. Of niet. Met dit spel hoef je echt geen medelijden met hebben. Nee, dit spel moet je echt geen medelijden met iemand hebben. Want het is echt geen... Nou, met mij niet, want ik heb ook gewoon koortsjes. Alsjeblieft, gooi 3! Alsjeblieft, gooi 3! 1. Oh, joh, je maakt het wel spannend, hè? Oh. Ja, die 3. Milan, pompen, kom op. Nee. Je hebt alles gebeurde. Dus 3 keer zo weinig als 3. 6. Ja. Net wel. Fuck! Nou, fuck! Ja, je kan wel alles. Oh ja, er zit ook een. Ja, welkom on hell! Welkom op Eiland. Wat leuk! Ik heb wel een paar veilige spaces. Nou, je mag nog een keer gooien. Yeah. 1. 3. 5. Oh! 5. Het enige plot wat nog niet gekocht is. Nee, dat is niet waar. We hebben aan de linkerkant nog 2 plots. Ja, weet ik, maar ik bedoel van dit stuk bedoelde ik eigenlijk, maar dat te zijn. Ja, ik denk wel dat dit zin is om te doen. Ja, het heeft uiteraard zin, ja. Man. Ja. Ja, qua stoks hoef je het niet te laten, nee. Nee. Godver. Selling stocks. Selling stocks, Jane. Ja, jij weet het zo goed, hè. Nou, dat is wel mijn eigen. Ik ga nu niks meer zeggen, want we zijn al 1,5 uur. Je staat eerste, dus ik ga niks. Ik hou mijn bek. Nee, dit. Nou, sta je wel mooi weer break-even. 1! Als hij 1 rolt. Nee. Jongens, vallen. Ook hier! Oh. Wat een onzin! Oh. Oh. Dit is wel kut, want nu moet hij gewoon een half rondje opnieuw. Ja, dan komt hij nog langs de mijne, hè? Mm-hmm. Als hij 2 gooit, heb hij een probleem. We hebben echt een Houston, we got a problem. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-3. Maar dat is ook kut. Alsnog kut. Lekker! Ja, dat... Oh, daar krijg ik ook geld van. Ja, maar wat je stocks hebt. Dat zijn aandelen voor je. I love aandelen. Zou ik in het normale leven niet zeggen, want in het normale leven snap ik er niks van. Maar in deze game snap ik het wel. Aandelen goed. Ja, je hebt een keuze. Maakt niet uit of je linksom of rechtsom moet gaan. Ja, maar ik kan beter boven langs gaan, want dan heb ik in ieder geval het hart alvast. Ja. Oh, zo, ja. Ja, inderdaad. Voor de promotion. Rolling. Zo. Ook gewoon net er voorbij, hè. Fuck. Oh, hé Jordi, jij ook hier. Ja, hij moet sowieso naar beneden. Dus hij is hoe dan ook, gaat hij de verkeerde kant op. Ja, nu hou ik echt mijn bek. Ik ga nu echt niks meer zeggen. Kijk, ik ben op die 950 geland, ik vind het goed. Waar moeten mensen zo meteen naartoe? Jordi, hou gewoon je mond. Hij mag het nu zelf gaan bedenken. Wil je ook zien welke dingetjes iedereen heeft? Wat bedoel je dingetjes? Van die... Voor de promotion, zeg maar. Dat kan je niet zien. Dat kan je niet zien. Oké, maar Jordi gaat omhoog. Kijk, omhoog. Naar de zon.
Zoek niet naar een antwoord. Ik denk haast dat... Wat? Ik weet het niet. Het is maar goed dat we 2 uur van deze sessie hebben uitgetrokken. Godver. We zijn het nog lang niet. Ik vind het ook lastig hoor. Ik denk dat ik voor de 120 zou gaan of iets aan de rechterkant. Milan, waarom? Ja. Waarom help je hem? Hij staat voor. Hij staat fucking ver voor. Die jongen, anders zitten we hier nog een uur. Ik zal dat zitten we sowieso, pompen. Dus maak je niet druk. Gewoon alles weer. Nee, iemand komt gewoon op die auto. Ja. Alles, ja. Oh my... Kabooming! Hoeveel plots er op 1000 staan? Iemand is straks fucked, hè? Genoeg. Iemand is echt fuck. Nou, ik had net al 800, dus dan mag zo iemand anders, ja? Ja, helemaal goed. Ik kom daar wel zo langs, overigens. Oh. Ik dacht dat het die boven mij was. Nou ja. Boeien. Ik wist het. Ik wist het, godverdomme. Home. Niets te snel. Ja, die home, want dan warpt iedereen daar toch naartoe. Dat is zijn monopolie. Kan te slim. Nee, dat is ziek. Dat is echt ziekelijk. God voor de godver. Oh, ik had op die moment... Had ik een godver gezegd? Nee, nog niet. Oh, wat zei je? Tering. Wat wilde je zeggen? Nee. Wil je iets zeggen of zo? Ik had het gevoel alsof je iets wilde zeggen, maar ik hoorde niet wat. Lekker! Dat valt me bedankt. Ik ga zo hard verliezen, dit spelletje. Is niet te doen. Oh, arme Milan. Arme Milan, ja. Als je dat maar weet. Dat weet ik. Daarom zei ik het ook. Nou. Adam, pam. Milan, not happy. No. Oh, tuurlijk. Warp to the bank. Nee, ik kan mooi op blijven staan. Oh, 5 times. Dat is forced buyout. Nee. Niet? Ook al had je een paar vacant plots, maar ja. Wat? Je had nog een paar vacant plots die je nog iets goedkoop had kunnen krijgen. Ja, fuck it. Ja, klopt, fuck it. Ja, 2.30, je zit precies in het midden. Nou, dan heb je geluk met 2. Ja, je moet wel. Ja. Je moet, hè? Ja, dat is ook niet handig. Maar je hebt gezien wat er met mij gebeurt. Ik zit nog steeds op level 2, hè? Dus... Ben je nog steeds level 2? Ik ben nog steeds level 2. Yo, what? Ja. Dan heb je het wel goed voor elkaar verder. Relatief. Voor iemand die level 2 is, zeker. Ik dacht echt dat je al ook al level 4 was, joh. Nee, ik loop flink achter op promoties. Sander, die gooit zo 2. Bam. Of een 1, hè? Moet 1 of 2? Nee, 1 moet hij gooien. Oh, nee, 2. Ja, 1 moet ik gooien. Nee, 2. Nee, oh, kan even oh my fucking god. Ah, hij komt zo op die home? Ja, dan zijn we allemaal fucked, hè? Dat begrijpen jullie. Dan zijn we allemaal fucked. Alsof je het uitplant, Jordi. Alsof je het uitplant. Ja, Dokken. Milan has left the game. Oh my god. Oh, ik monies. Hey, Milan, nu kan ik... Milan, ik kan nu Loki ook gewoon 2 gooien, volgens mij. Als Milan nu 2 gooit, moet hij janken, denk ik. Ja. Maakt niet uit wat het is. Bij ik denk dat het dan afgelopen is als ik 2 gooi. Ja, nee, maar ik kan zeker niet 2 gooien, want ik heb ziek veel monies. Dankjewel. Wat, Sabanak gooiden? Godverdomme. Nog meer monies? Lekker. Ik denk, wat de fuck gebeurt er? 2! Dat is geen 2! Dat is ook niet op een hoog iets van ham, hè? Nee. Nee, fuck natuurlijk niet. En hij kan nu kijken of hij geld heeft! Oh, my. Ja, ik zou nu gewoon ergens 99 stocks kopen als je zo kan. Zo mooi. Doe maar niet van hand. Niet zien waar mensen staan, maar je moet gewoon... Daar heb je bij stocks niks aan. Nee. Bij stocks heb je daar geen fuck aan. Gewoon pompen. Pompen. Boom. Jij staat momenteel te ver, dus voor jou maakt het nog een klote uit. Fucking hell. Lekker. Iemand die het spel voor de eerst speelt, 10k. Mm. Ja. 11. Ik heb nog geen 4000. Dag Jordi. Ja, dat was gezellig, jongens. Oh, thank god, hij had die op home. Oh. Oh ja. Oh, fucking hell.
Godverdomme. Hey, waarom ben je hier? Ah, Jordi, jij hier. Lekker de kleren. Als Milan nu 2 gaat, gaan we janken met z'n allen. Ja, ja je betaalt 45 of wel. Nou, dat zou ik, dat zou ik verliefd nemen, die 45 nu nog. Ja, ik heb alleen bijna geen stocks. Volgens mij moet ik nu gewoon de shop verkopen. Ja, zometeen. Wij hebben wel stocks. Je hebt nog 2 negen stocks. Ja, ruim dus af. Zat. Valuigi. Valuigi gaat weg. Bitches, I'm gone. Zit er mee gehad. Was gezellig. Thank god I'm gone. Je ademen voor de eerste keer toevallig sinds je... Let's go! 14. Zoveel money! En hij is... Hij heeft ook nog aan op het box erin zitten, dus... Ja, joh. Ja. Nee. Voor mij mag je hem kopen, hoor. Maakt mij niet uit. Ja, ja dat zeggen ze allemaal. Hij heeft zoveel stocks, dat is echt niet normaal. Het voordeel van hem is dus dat hij in het begin die kaart trok met 5 stocks, hè? Dat is echt nu, dat werk begint nu ze pas zijn vruchten uit te werken. En daarom is dat de sterkste kaart in de hele game. Maakt niet op welk moment je hem krijgt, hij is altijd sterk. Ja, terwijl in het begin kwam ik nog wel eens op die kaart. Ik wist het. Milan. Don't. My landing. Wat ga je actually doen? Actually, don't. Je bent niet goed, what the fuck? Nee, hij heeft geld waarom? Nodig. Hij heeft geld nodig. Zo simplist, hij heeft geld nodig. Want anders komt hij dat stuk niet door. Jordi gaat het nu enorm omhoog pompen, hè? Dat weten jullie. Dat weet ik. Want hij komt sowieso op zichzelf. Of gaat hij nu gone? Nee. Oh, ik dacht even tot hij op hoop terecht kwam. Ja, dat dacht ik ook hoor. Dat hij wordt nu ook. Gewoon een... Oh, wat? Wat? Oh, best een goede kaart. Mm-hmm. Nou, ja, zeker. Ah, kijk, huisje. Nee, je moet dat stoppen. Ik kan Ja, dat is elke keer van, ik moet die toch heen? Dat is voor de vraag. Nee, ik wou niet kopen. Ja, dat is dus zo kut. Ik wil gewoon stoppen daar. Oh, fuck. Nou, welke kant ga je toch op? Joh, zou ik. Oh, ja. Moet nog even gesproest worden? Hij doet zo van die Minecraft wood. Oh. Dat kan wel. Alsof het leven nog niet erg genoeg is, Adam. Aan de andere kant, ja. Ik heb hier stok zitten. Ja. Waarom zou ik het niet doen? Ik heb hier stok zitten. En je hebt nog ruimte in, hè? Ja, daarom. Oh, daar heb ik. Hoppa! Dankjewel voor de stocks. Graag gedaan. Super de boer. Oh my god. je dacht hetzelfde als ik. Ja! Dat is op zich Oké, je kan het omhoog spoor. Dat vond ik shops in a district. Oh my god. Oh my god. Doe maar paars rechtsboven. Moet ik op 2 drukken? Ja. Oh, thank god. Oh, dat is Godver, ook nog mijn eigen. 20. Lekker. Dat tikt aardig aan. Hij pakt meestal degene dat waar de... zeker aardig aan. Ja, tuurlijk. Als de stokprijs ook nog eens keihard zakken. Mm-hmm. Auw. Ik kon dat niet voor ik erop. Dit is een pijnlijke turn. Ja. Hoppa, en hij is onder de 10k. Geen 1. We moeten nog naar de 20. Ja, dit dacht ik al. Daar gaan we. Fuck my life. Fuck my actual life. Ik wist het. Waarom, Milan? Waarom? Ja, omdat ik geld nodig heb. Ja, maar als je nu op land bent, ben je alsnog de lul. Ja, maar dat is bij elke plek waar ik op land. Ik vind dit... Ik zei het vorige potje ook al, maar ik vind dit tot nu toe weer het leukste potje. Lekker die hoge winkels. Elk potje, ik vind dit het leukste. Ja, maar dat komt gewoon omdat het lekker hoger qua hoogte gaat. Ja, snap ik. Dank u. Ja, het gaat ik ben alleen maar aan het betalen, het is echt niet te geloven. Het gaat inderdaad naar hoogte. Nou, welkom bij mij, afgelopen potjes. Ja. Valuigi. Zijn de beurt. Inmiddels zijn dit al bijna 4 afleveringen. Die 140 neem ik voor lief hoor, echt. Ik ben benieuwd hoeveel ik ga krijgen. Ben ik echt benieuwd naar. Als je het even over de... Euro. Hadden we er maar 10k voor gemaakt, dan waren we nu klaar.
Ja. Nou, ik vind het wel interessant hoor. Betalen! Nou, Jordi, alsjeblieft, dat was mijn geld. Aangedaan. Weer onder de 10k. Gooi daar alsjeblieft geen 2. Fuck. Oh, gelukkig. Jezus! Toen liep de game vast, nee. Oeh, dat tikt aan. Ah, het valt mee. Aan wie betaal je het? Aan de bank. Dat is pijnlijk. Your turn, nou. Platypus. Drie of twee om het af te maken? Drie. Nou, dat is die hoor. Ja, en alsnog ben je nog niet klaar. Nee, waarschijnlijk niet. Maar dit is wel een goede crash. Ja, eerst al mijn stocks maar. Ja, en dan moet je je shops gaan verkopen. Je moet nog nee. Yellow stocks, hè? Oh, heb je nog stocks? Ja. Yellow stocks. Twee. Wow. Maakt niet uit, het zijn stocks. Hé, hey, nu heb je geen stocks. Eerst alle stocks. Nou, ik zou eerst met de kleine winkeltjes beginnen. Ja. En dan pas je Monopoly aanbreken. Je moet sowieso je Monopoly waarschijnlijk aan gaan breken. Dat denk ik ook. Nee, ik denk niet dat je... En dan zou ik inderdaad focussen op degene waar je veel op geïnvesteerd, want daar krijg je het vaak het meest voor terug. Yep. Dat klinkt heel lullig, maar ja, je zou hem moeten. We gaan een bankrupt krijgen deze game, we gaan geen... Want kijk, je kan die 90 wel verkopen, maar dat levert niet zo. Ja, maar daar heb je kloot aan. Als je deze in één keer verkoopt, ben je er wel in één keer vanaf. Of die ander, dan ben je er net niet vanaf. Nee, net niet. 1046, dus het is allemaal net... Het is net niet, hè? Maar... Ja, dan doe je 90 en dan ben je daar waarschijnlijk van. Nee 99 krijg je er maar voor. Dat is niks. Onzin. Ja, sorry Milan. Waar zien jullie hoeveel hij ervoor krijgt? Ik zie jou heel sorry. 89 nog steeds niet genoeg. Ja, ik laat die 1700 staan. Ja, die 1700 laat ik staan. Dat snap ik, dat je die laat staan. Die is wel heel pijnlijk dit. Dit is echt heel pijnlijk. Die 1700 gaat wel naar beneden zakken, dat weet je. Die gaat zwaar naar beneden zakken. Ja, dat is zo. Wat een kutspel. Ja. Oh. Hoe ga ik ooit nog geld verdienen? Nou, ja, dat is gewoon klaar. Het is gewoon klaar, want je gaat nu ook nog eens naar beneden. Het is alleen maar survivor nu, zeg maar. Ja, voor jou is het niet letterlijk survivor. Dit tikt voor mij ook aan. Survivor. Nou, nu gaan we lekker bieden. Oh ja, nou, tot over een uur. Nou, jij moet wel drukken hoor. Oh, dat ja, jij moet drukken. Dat is nog erger, ik word nog gestraft ook. Nou, Sander, ga je gang. Jordi, je had dan gewoon je bek gehouden. Mijn wekker gaat ook morgen ook vroeg hoor, dus... Hoe gaat die voor jou? 4 uur. Tyfus. Nou ja, I know the feeling. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja. Dank u. Er wordt gewoon weer een Monopoly voor Sandring. Ja maar... Kijk, op deze manier maak je ook verslaving, hè. Je krijgt een bepaald effect. Het is het positief effect wat je eruit krijgt. En daarna ontstaat een verslaving. Dit is die dopamine rush. Precies. Nou. Als niemand ervoor... Dit is die andere voor... Ja. Ja. Oh. Kom op, Ham. Chicken game. Kom op. Oh. Geen chicken... Oh. Kom op, rushen, jongens. Je kan het ook gewoon mashen, hè? Oh. Wat zijn we aan het doen, jongens? Aan het mashen. Heb je liever dit, dan dat ik wacht tot bijna 1 klaar is? Heb je dat liever? Dat is maar moet ik dit gewoon doen, toch? Ik bedoel... Ja, je hebt de Monopoly eruit, dus maakt op zich niet uit wat Harm biedt. Je hebt soms nog een promotie erbij, dus in dat opzicht... Totdat je haar hem heel hard wil maaien. Dat is ook leuk. Dat bedoel ik, hier. Gewoon zo meteen haar op 700 laten betalen. Laten we ook heel erg zijn, Milan. Hij zou hem kunnen krijgen voor 1000 en dat is nog cheap. Nice. Monopoly erbij. Van 3 Monopoly's, gek. Ja. Ja? Ja, what the fuck. I'm loving it. Niet dat ze heel zwaar omhoog gaan, maar... Nee. Kijk, die 230 die wordt leuk, denk ik. Die wordt 500 of zo. Ja, 460. Waar is die? Rechtsom... linksbovenin. Dus ja, dat is nog één vacant plot, dus...
Nee, die zou ik lekker laten gaan. Deze is restaurant van de Monopoly van Milan. Ja. En dan weer verkopen voor 1 euro aan Milan, zodat hij nog een beetje in het spel kan blijven zitten. Dat je ook niet de knop hebt dat je kunt zeggen, ik doe sowieso niet mee, zeg maar. Nee, oh, want anders, dat beïnvloedt de rest, zeg maar. Ja. Dus dat is namelijk dat precies... Dat de rest dat niet kan zien, maar dat je gewoon op 1 drukt. En als iedereen op 1 drukt, dat dan niet die hele klok hoeft af te wachten. Dit is een spel, hè? Ik bedoel, ja, oké. Okay. Niet te veel van verwachten. Ah nee, Fiekerot, auw. Ja, die deed wel pijn. Mm-hmm. Kunnen wij mijn beurt niet gewoon overslaan zo? Nee. Ook dit nog, en dan gaat hij zo stoks kopen. Hoe ver ben ik bij de promotion? Jij bent er volgens mij al, toch? Ja, dat weet ik dus niet. Toegeven, dat van Milan was wel een lange beurt, dus ik kan begrijpen dat je even vergeten bent. Mm. Alle winkels gaan dicht. Dat en daar heeft Milan nou geen kloot meer. Ja, inderdaad. Het is de perfecte turn voor mij om tot gebeurt dit. Oké. Okay, Sander voor het 1. Als ik nu even meer dan 3 gooi. Of 3 precies. Komt ook nog in de plus, hè? Hij komt ook nog in de plus, hè? Ja, met die promotie. Ja, dat moet ook. Dat is geluk wel, hoor. Mhm. Lekker. Gek film. 700 ook nog. Buy stocks? Ja, joh, vind ik wel leuk. Nou, ik zou zeggen, in degene die je net als Monopoly hebt gekregen. Ja. Volledig. Waarom helpen jullie hem nog? Oprecht. Ja, nou, omdat ik het vet vind als hij wint. Huh? Ik snap dat jij dat niet wil, omdat jij dan het mag ik een keer, jongens, alsjeblieft? Nee. Godverdomme. Volgens mij ben ik nog nooit een Fortnite Street potje op deze manier gewonnen. Dus laat me lekker. Jezus, Jordi. Ja, het is echt niet normaal dus. 117? Ja, klinkt ook niet logisch in dit woord, maar ja. Oh, dat is gezellig. Oh, iedereen mag de kant op die hij wil. Nou, hartstikke prima! Leuk. Prima! Milan, stop terug. Dit nou, ik wou zeggen ik word gespaard, maar als ik hier nu weer een cupkaart krijg... Ja, mooi. Oh, shit. Oh. Hier heb ik echt helemaal niks aan. Natuurlijk. Oh nee! Dat is kut. 30% ik aan. Oh nee. Had ik hier maar stocks gekocht, gek! Had ik hier maar stocks gekocht! Zo, Sander, holy shit. Ik heb er stocks gekocht, gelukkig. En dat is dan wel weer mooi. Ja, meteen. Geen stokkies. Geen stokkies. Ja, je landt op beide, dus wat kan het zijn? Ja, dikke doei de ballen. En mooi is, je kan weer opnieuw stoks kopen. Badum. Super logisch. Ja, maar dan help ik hem mee. Ja, dat mag wel. 200 stokken. Hey, echt, daar kan ik niet gaan mee. Slurp room. Memory block. Dart of gold. Oeh, die kan voor mij goed zijn. Alle bezittingen van Harm gaan naar mij. Ja, dikke dat een mogelijkheid? Nee, gelukkig niet. Het is geen Mario Party, hè? Dat is jammer. Bowser. Wat betekent dat? Dan gaan de shopprijzen naar beneden. Van dat dan zal op mij komen dan. Fuck. Nee, waarom? Ja, lach het zichzelf. 50%? Nee, het is meer. Het is van 15%. Dit doet wel pijn. Oh ja, het is geen 10%, het is... 5%. 5, ja. Oh. Nee, voor mij is het 20. Nee, 5. Het is 5. Nou, 5%, 5% het is. Oh. Oeh, daar gaat weer geld van. Sander af. Sandering, inderdaad. Sandering-a-ring. Zoals ze dat zeggen in het Engels. Die.
Jan heeft zo'n tattoo bij de gat. Echt niet normaal. Jan, of op jezelf of op jezelf? Ja, kies maar. Hoe graag wil je Milan uit het spel halen? Ja, heel graag. Wow. Wat gaan we doen? Milan, het was zo'n joke. Wat ben je allemaal aan het doen, Sanders? Kies nou! Maakt niet zoveel uit, toch? Nee, maakt niet uit. Je moet alleen investeren. En dan maakt niet uit of nou je links ja. Of rechts om gaat. Ja, als ik dan 2 gooi, ben ik echt genaaid. Nee? Of 3, als ik dan 3 gooi. Ja. Ja, als je nu 3 gooit, ja. Kijk, of ik moet voor die andere, maar ik denk dat dit haast. Oh, ting! Dieves! Ik heb wel niet zoveel ready cash. Maakt niet uit, pompen. Pompen. Maar op zich niet. Laten we hopen dat we over 4 minuten klaar zijn. Voor Jordi dan. Voor Jordi's sake, nou ook voor ons eigenlijk, maar... Zelfs toch? Welke kan ik het best? Misschien... Oeh, ja, dan heb je er nooit. Kopen. Ja, heeft geen zin. Ik zou die paar van die 44's verkopen, denk ik. Of niet? 44, nee. Oh ja. Ja. Ja, dat is minder. Ja, niet dat het doet alleen jezelf pijn. Ja. Ja, maar ja, wat had ik anders gemoeten? Anders deed het nog meer pijn. Jordi, waarom ga je niet weg? Ik vind het hartstikke gezellig hier. Ja, hij wil die home komen, ik snap het wel. Zeker ja, nu. Dat is zijn plan, de campagne. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is toch plan de campagne. Oeh, jij doet niet zoveel stocks meer, of wel? Nee. Maar ik heb hele waardevolle stocks. Bijvoorbeeld, ik heb ook rechtsbovenin mijn arm zitten, heb ik stocks. 3. Ik had 2. Ja, maakt niet uit. Dus ja, ik zou naar links gaan, man. Ja, dat snap ik hoe jij dat zegt. Ja, dat dan voor ingaan. Nee. Ik ga... Zo lullig ga ik niet doen. Ik ga... Oh, nee. Niet stoppen hier. Zo lullig ga ik niet doen. Dank je, Milan. Is met de extra aandelen alsnog genoeg. Thank you. I love you, Milan. Ik hou ervan. En nu is je bankrupt. Dat zie je hij net... wint letterlijk op fucking 124 gold. Ja, dankzij de aandelen, hè. Op 124 oh, Sander, je hebt gewonnen. Gold win ik niet. Keep winning. 24 gold verlies ik. Ja, en dat zijn net die aandelen. Leuk, hè? Godverdomme. Sander van Gaming is bij heeft gewonnen. 5 stocks was the problem. Ja. Yeah. Yes. I didn't hit him. Oh, de lekker. Pirouette van Sander, kaboom. Ja, dat mag ook wel. Hoe zie ik jullie weten dit? Dat er een potje aan gaat komen tot ik jullie zwaar ga domineren tot ik een keer echt terecht ga winnen. Tuurlijk. In het begin ging ik echt fucking goed. Ik dacht echt van, oh, dit wordt mijn potje. Ja. Nou, ik dacht endgame, dit wordt mijn potje. Je ziet wel het misgaan. Kun jij landen? Ja. Ga eens terug naar die, juist. Ja, het is echt jammer, Milan, dat jij die hele straat moet kopen. Eigenlijk had ik het potje moeten winnen als je naar de cijfers kijkt. Oh, ik had level 3, maar ja. Zoals ik zei, ik heb aardig achter. GG, 2 uur bijna, godverdomme. Zeker, dat zijn weer 4 afleveringen. Bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje hoog, laat het zeker nog een keer doen. Er zit trouwens nog voortje helemaal, er zit altijd op het einde volgens mij een kaart met een grappig feitje. Oh, nou dan gaan we eens kijken. Avail yourself of auctions. If you run out of ready cash and have no stocks, the bank will repossess property from your to cover the dues. But only at 75% of its value. So if you think you're about to hit the bread line, bah, tot zover. Oké, bedankt voor het feitje. Adios, amigos.